Ja, doorgaans hebben wij heel veel geluk, want dan mogen we echt de leukste huizen verkopen. Vandaag mag ik je ook een hele leuke woning laten zien, daar achter mij. Maar we hebben ook een klein beetje pech, want ja, de weg is opengebroken. Dat is natuurlijk niet helemaal representatief. Volgende week is de weg weer dicht. Dan kijk je weer heel anders op de woning. Maar ja, wij gaan vandaag die video opnemen, dus we doen het even met een paar extra straatstenen voor de deur. Daarom gaan wij lekker naar binnen. Voordat ik naar binnen ga, wil ik nog even iets laten zien, want het is een prachtig markante voorgevel. Ja, die is ook nog gerenoveerd. Deels waar het nodig was, voegwerk hersteld voor een mooie snijvoeg. De gevel is in zijn geheel ook nog weer geïmpregneerd en het buitenschilderwerk is ook gedaan. Zo, welkom in de Meeuwenweg nummer 11. Dit is een fantastische binnenstadswoning met onder andere twee slaapkamers hierboven. Ook nog een wasruimte. Een leuke plaats hierachter, een achterom. Ik ga je alles laten zien. En we beginnen even boven. In 2018 en 2019 is hier heel veel geïnvesteerd in het huis. Onder andere een nieuwe badkamer, een nieuwe keuken en een grote dakkapel geplaatst. Maar er is ook een mooie vloer gelegd hier op de eerste verdieping. Het is een lamel eikenhouten vloer. Dat is mooi voor de eerste verdieping. En dan vinden we hier dus twee slaapkamers. Hele leuke, markante slaapkamers met deze leuke hoogte. Ja, en dit is ook een hele fraaie kamer. Hier is dus ook nog een hele grote dakkapel achter geplaatst. Die loopt ook nog door in de wasruimte hiernaast, ga je straks zien. Die dakkapel zelf is uitgevoerd in kunststof. Is lekker onderhoudsvriendelijk. Maar er zit ook nog een rolluik aan de achterkant. Hier boven mij zie je nog iets, dat is een mini-airco. Oh, lekker, deze warme dagen. En hier zie je dus die wasruimte waar ik het net over had. Hele praktische ruimte waar je dus de wasmachine opstelling hebt. En nog een heleboel ruimte voor kleding. En dan vinden we hier de badkamer. Een hele nette badkamer, lekker licht. Met ook nog een dakraam. Met een douche. Een toilet die draait op een sanibroyeur en een wastafel. Nette ruimte hoor. Zo, terug op de begane grond. Het is een heerlijke lichte ruimte. Het is buiten nu ook goed licht, maar er zijn ook gewoon veel ramen die veel licht naar binnen laten. Maar de hoogte van dit plafond die helpt ook bij een optimale ruimtebelevering. Het is echt hoog, mooie balken overigens ook nog. Maakt het heel sfeervol, maar het is ook lekker licht. Leuke schouw, voegt ook veel toe aan de sfeer natuurlijk. Maar ook dit soort deuren en mooie oude kozijnen, ja, geven natuurlijk heel veel sfeer aan deze woning. Hier in de hal vinden we het toilet. Die laten we tijdens een bezichtiging even zien. En hierachter vind je de keuken. Zoals gezegd is die ook nieuw geplaatst toen in 2019. En die is mooi compleet, in dit geval met een inductiekookplaat en een combi. En dan vinden we hier nog de koelkast en een vriezer. En ik meen dat er nog een vaatwasser in zit. Ja, die zit hier. Zoals ik zei, compleet. Dit is wel heel geinig, hè? Hier zie je dus weer de woonkamer. Ja, en zoals gezegd hebben we ook nog een fijne ruimte buiten. Deze plaats zorgt ervoor dat je ook nog even lekker in het zonnetje kan zitten. Het is nu 's middags 4:30. Ik zit in de zon. Het is niet groot, maar je kunt dus wel lekker buiten zitten. Mijn vriend, fantastisch leuke woning die je waarschijnlijk wel even in het echt wil ervaren. Ben je benieuwd? Plan dan gauw een afspraak met je makelaar. Wil jij nou ook je huis verkopen? Ik help je graag en dan maak ik ook zo'n leuke video voor jouw huis.